is Studio 040, live vanaf de Eindhovense Marathon. En Tjeerd die staat op de Vestdijk, als het goed is. Tjeerd. Ja, goeiedag. Ja. Ik sta hier op de Vestdijk. En ja, er zijn nog de laatste mensen aan het aanmoedigen. Want ja, druppelsgewijs lopen de laatste mensen hier binnen. Ja, voor wie staan jullie hier? Onze paardjes van de Hoga Runners uit Gulpen. Dus jullie hebben er zelf al een rit op zitten? Ja, klopt. Wat hebben jullie gelopen? Ja, halve marathon. En pittig? Nee, ik vond het wel gezellig eigenlijk. Ik vond het wel leuk, het ging goed. Want je eitje lijkt het wel. Nou, dat, ja, maar niet drama, dat niet. Nee, ik vond het heel leuk. Ja. En u? Ging het u ook zo makkelijk af? Nou, ik vond het, de eerste 15 was wel oké, maar daarna dacht ik van het is wel even pittig. En de laatste 4 was eigenlijk wel weer heel leuk, want dan ja, staat iedereen langs de kant en ja, dat was wel heel leuk. Wat maakt deze marathon bijzonder? Heb je er meer gelopen? Dit is de eerste. De eerste. Ja. En is dit voor herhaling vatbaar dan? Oh, zeker. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En betekent dat dan het hele jaar trainen of de laatste maanden? Hoe lang ben je daar nou mee bezig? Ja, hoe lang zijn we daar mee bezig? Een half jaar of zo, denk ik toch wel. Ja. Maar we hebben een rengroep van 75 mensen ongeveer. En ja, er was één iemand gekomen met het idee van goh, laten we de halve marathon gaan rennen. En dan waren eigenlijk iedere week was er iemand die zei, oh, ik ga ook meedoen. Oh, ik ga ook meedoen. En zo waren er ineens 32. Kan jij eigenlijk niet meer achterblijven? Nee. Ja, ik was de eerste, dus maar de rest. En hoe voelt dat nou, dat je net eigenlijk zelf hebt gedaan en dan sta je hier nog eigenlijk iemand op te wachten? Ja, we zeiden net al van ik wil eigenlijk vaker bij halve marathons gaan kijken, want je nu weet wat ze doormaken, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk om, ja, leuk. Nog even aanmoedigen dus dadelijk. Ja. Oké, okay, succes. Ja.